De PEC Zwolle vrouwen speelden afgelopen vrijdagavond thuis tegen de vrouwen van Achilles. En dit was voor de Zwolle vrouwen de laatste kans om zich te plaatsen voor de kampioenspool van de Eredivisie vrouwen. In het begin van de wedstrijd krijgen de vrouwen van Achilles de eerste kansen. Met de corner van Amber Mutsaars. Komt voor de voeten van Melanie Bros, maar zij schiet de bal hoog over het doel van de 18-jarige kiepster Teersa Postma. Dan weer een corner voor de Achilles vrouwen. Melissa Evers draait de bal binnen, wordt weggewerkt, komt via Teunissen weer bij Evers. En zij draait de bal prachtig in de verre hoek en zet daarmee de uitploeg op een 0-1 voorsprong. En dan weet de ploeg van Wim van der Wal dat het aan de bak moet. Babies Roof met de corner. En deze wordt bij de eerste paal binnengekopt door Yvette van Dalen en zo zet zij de stand in Zwolle op 1-1. Gezien de standen op de andere velden zijn de PEC Zwolle vrouwen in de tweede helft genoodzaakt om de winst binnen te halen. Maar de Achilles vrouwen krijgen nog een grote mogelijkheid met Van Lieshout. Van Lieshout krijgt de ruimte, maar de bal is makkelijk te pakken voor Teersa Postma. Dan de mogelijkheid voor PEC Zwolle. Met de vrije trap. Wordt genomen door Van Schoonhoven, maar haar schot gaat over het doel van Renate Verhoeven. En zo blijft het spannend in Zwolle. 20 minuten voor tijd weten de PEC Zwolle vrouwen wel door de defensie van Achilles te komen. Met de bal van Bennink op Roof. Roof neemt keurig aan en schiet uitstekend binnen. En de 2-1 van Roof is de belangrijke voorsprong voor de PEC Zwolle vrouwen. In de 83ste minuut wordt de wedstrijd definitief op slot gegooid. Is het de terugspeelbal van Evers op Verhoeven? Kiepster Verhoeven weet de bal niet goed weg te werken. En daar profiteert Maxine Bennink optimaal van en zij zet de stand op 3-1. En daarmee worden de vrouwen van PEC Zwolle derde in de competitie en plaatsen ze zich voor de kampioenspool van de Eredivisie vrouwen. Ja, wie had dat ooit verwacht? Ja, gedurende het seizoen ging het wel echt kriebelen van die top 5. En we hebben het gewoon waargemaakt en het is zo lekker. Ja, 2 weken terug was iedereen in mineur. Vorige week ineens zijn de kaarten weer heel anders geschud. En nu, kijk, er komt nog eventjes. Je bent een fanatiek. Ik ken deze muziek allemaal niet. Dit is echt haar ding. Ja, zing ik. Wim van der Wal, en zo eindig je de eerste deel van de competitie als nummer 3 in plaats van voor de kampioenspool. Hoe trots ben je? Ja, trots. Ik denk dat voor iedereen prachtig is natuurlijk als coach. Maar ik denk iedereen, de speelsters, staf, publiek, managementteam, heel PEC is denk ik tevreden. Ze speelden even anders op een andere manier. Dan moesten wij even inkomen en even tactisch het wat anders neerzetten. En ook na dat doelpunt bleven we rustig. En ik vind dat we dat best wel volwassen hebben opgelost met elkaar. En gewoon rustig blijven voetballen, ons spel blijven spelen. Tuurlijk denk je wel, het zal toch niet. Maar we hebben het bewezen en we hebben gewonnen. Dus. Want wisten jullie in de rust hoe de standen elders waren? Heel veel wilden het niet weten, maar er kwam iemand naar me toe weer in het weten. Toen dacht ik, dat is niet veel goed. Dus toen zei ze het. En ik heb iedereen, mijn stem is ook even wat anders. Ik ging uit mijn dak, want ik moest winnen, want ik wist die stand van PSV. Dus ik wist het wel, ja. Nou, we hadden wel één die de stand bij zou houden. Hè, want dan kunnen we altijd schakelen indien het nodig was. Maar de rest van de groep wou het niet weten. In eigen hand zien te houden en het zelf afmaken.